Dus een tuinhaard wordt ongeveer 300-400 graden. En met een kachel, met een deur, de burnies, die wordt makkelijk 600, 700 en soms 800 graden. Het begon 5 jaar geleden met een idee en een paar kachels. Maar inmiddels maken ze er al 100 per maand. De terraskachels van Burnies uit Assen doen het steeds beter. De doorbraak was een uitzending van Boer zoekt vrouw 2 jaar geleden. Groot compliment natuurlijk, hè, dat Yvonne Jaspers zelf de kachel had gekocht en besloot hem in het programma te gebruiken. Ja, heel groot compliment. De jury van de Jonge Ondernemersprijs zoekt dit jaar naar bedrijven die uitblinken door innovatie. Wat hier echt opvalt is een ongelooflijke passie voor het product. Grote werkhonger, ook publiciteitsgevoelig, want de nationale televisie heeft al verschillende keren over deze kachels bericht. Dat is natuurlijk heel knap, maar ook echt een innovatieve geest. Dus het is niet een kachel en die gaan we 100 jaar produceren. Ik voortdurend nagedacht over hoe maken we dit product beter aantrekkelijker. Veel werk heeft Burnies gestoken in het zoeken naar een corrosiewerende coating. Want roest, dat mag er niet opkomen. Toen dat lukte, lag de markt open. 9 werknemers heeft het bedrijf inmiddels. We kunnen het hier eventueel nog een paar jaar uitzingen. Maar ik denk dat het verstandiger is om naar een ander pand te gaan, zodat we nog meer capaciteit hebben. Op 4 juni wordt tijdens de Nacht van de Uitblinkers bekend wie de Jonge Ondernemersprijs heeft gewonnen.